Goedendag. De dag begon op de meeste plaatsen toch wel weer met veel bewolking. Zoals op deze foto. Viel ook hier en daar nog wel regen of een bui. Dat trekt geleidelijk aan allemaal weg naar het oosten. En vanmiddag blijft het op veel plaatsen droog. Hoewel een enkele bui nog wel mogelijk is. Er staat wel tegenover dat ook de zon af en toe gaat doorbreken. Dit is het model, het weermodel. En dat laat zien dat we vanuit het westen inderdaad wat opklaringen krijgen. En dat het tijdelijk even wat rustiger is. Maar later vanavond weer meer bewolking. En vannacht kan er toch best wel af en toe wat motregen vallen. Dinsdagochtend, dan is het weer rustig met wat opklaringen. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En gaat het regenen. In de avond wordt het dan alweer droog. Maar in het zuiden van het land kan de regen best wel lang aanhouden. En daar kan dan ook flink wat neerslag vallen. Misschien lokaal wel meer dan 20%. 20 mm. Vanmiddag valt het met de neerslag wel mee. Goed, een enkele bui is mogelijk, maar verder af en toe wat zon en wolkenvelden. Het is ook erg zacht buiten. De temperatuur ligt zo tussen 10 en 11 graden. Verder waait er nog wel een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, die in de loop van de middag nog wel iets gaat afnemen. Zeker aan zee is dat dan wel goed te merken. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En vannacht kan er dan hier en daar wat lichte motregen vallen of lichte regen. De temperatuur die daalt tot een graad of vijf op de meeste plaatsen. En de wind die zwakt verder af, die wordt matig uit het zuidwesten of westen. Morgenochtend begint het dan aardig. Is er ook wel wat ruimte voor de zon. Zeker in de oostelijke helft van het land. Maar vanuit het westen gaat dan wel de bewolking weer toenemen. En in de middag gaat het dan ook enige tijd regenen. De temperatuur is dan inmiddels opgelopen naar een graad of of acht, die zonnetjes die u ziet, die zijn dan vooral voor de ochtend. In de avond wordt het dan ook weer vanuit het noorden droog. Het laatst in het zuiden. En daar kan dus de meeste neerslag vallen. Ik gaf het al aan, lokaal meer dan 20 mm. Elders zal het zo tussen de 5 en de 10 mm zijn. Het minste wordt er in het noorden van het land verwacht. En dan de dagen erna. Nou, het blijft zeer wisselvallig. En ook van tijd tot tijd erg onstuimig. Vooral de donderdag en vrijdag gaat het fors waaien, zoals het er nu naar uitziet. Ik kom daarop terug in een andere video later vandaag. Dan gaan we eens goed naar die situatie kijken. Van winterweer is in ieder geval geen sprake. Dat kunnen we wel aan de temperaturen zien. Die blijven ook in de nachten ruim boven het vriespunt. En overdag, soms zelfs in de dubbele cijfers, net als vandaag. Nog een fijne dag.